ADO 20 speelde afgelopen zondag de topper tegen Woezek in de hoofdklasse A. Voorafgaand aan de wedstrijd staat ADO 20 op de eerste plaats met 34 punten, gevolgd door Woezek met 31 punten. Beide 17 wedstrijden gespeeld. Het was mooi weer, dus alle ingrediënten aanwezig voor wellicht een mooie voetbalmiddag. De eerste mogelijkheid van de wedstrijd is voor Woezek in de vierde minuut. Voorzet Thijs van der Velde. Jos Pleijzer komt goed voor de bal en schiet. En gelijk de eerste redding van Michel van Kampen. Van Kampen. Bal wordt weggekopt. En gelijk een snelle uitbraak van der Velde. Geen buitenspel. Kan de 16 in. Voorzet. Ah, speler van Woezek kan net niet bij de bal. En dan fluit scheidsrechter Tunnissen voor een overtreding. Vrij trap genomen. Bal wordt weggekopt. En dan gaat Rick Nelen neer. In de herhaling kunnen we zien wat er gebeurde. Hij valt en krijgt de bal hard op zijn hoofd. Ja, daar komt hard aan. Gelukkig kan hij na een korte behandeling weer verder spelen. 9e minuut, aanval ADO. Voorzet van dezelfde Rick Nelen. Is kennelijk snel hersteld van zijn blessure net. Maar niemand in de buurt van ADO om de bal binnen te tikken. 6 minuten later, een snelle actie van Alledat. Geeft de bal voor. Komt via Rutte voor de voeten van de Waard. Draait. Schiet. En gestopt door Skeveveren. Toch wel opmerkelijk moment hier. Thijs van der Velde wordt achter getackeld door Yilmaz. En wat doet de scheids? Ja, de scheidsrechter geeft uiteraard de vrije trap. En houdt hem bij een vermaning. En een beetje onbegrip bij de spelers van Woezek. 22e minuut van de wedstrijd. De Vree geeft voor. De bal komt voor de voeten van Alledat. Kan schieten. Maar de verdedigers van Woezek staan twee keer in de weg. Of gewoon op de goede plek. We zijn 5 minuten verder in de wedstrijd. Woezek probeert op te bouwen. Wat niet lukt. Bal wordt veroverd door Rick Nelen. En wordt onderuit gehaald door Diepels. Nou, laten we nog even naar de herhaling kijken. Tja, zegt u het maar. Een hoop tumult daar. Ja, en geeft de rode kaart aan Gijs Diepels. En bij Woezek zijn ze boos. En Thijs van der Velde, ja, die zegt... Daarna het gebeurde volgens hem precies hetzelfde. En toen gaf de scheidsrechter Tunnissen geen kaart. Goed, Woezek met 10 man verder. Klein half uur gespeeld, aan van Woezek. Een overtreding gemaakt door ADO 20. Vrije trap, bal ligt op een lekkere plek. Van Summeren. Wow, in één keer van Kampen Kaslo. En zo staat Woezek met een man minder op 0-1 voorsprong in de 27e minuut. We zitten in de 29e minuut van de wedstrijd. Voorzet Max Nijman. Bal wordt door Woezek weggekocht. Corner. Hoekschop genomen. Voorgekopt door Van Amersfoort. En daarna lekker binnengekopt door Edwin Dekkers. Ja, en zo staat het na een half uur spelen weer gelijk. 1-1. Ja, en zo zou ADO 20 met een man meer en nog 60 minuten te spelen op zoek moeten gaan naar de 2-1. Wellicht hier al. Snelle aanval Raymond de Waard. Rick Nelen kan uithalen. Ah, hier had wellicht meer in gezeten om voor rust met 2-1 voor te staan. Tweede helft dan. Alledat. Balkje van de Waard. Vele man. Ah, schot heeft geen kracht. Uitgang van Kampen. In de 55e minuut. Opgevangen door de verdediging van Woezek. Die overigens ook in de tweede helft zijn mannetje stond. Ja, en komt hij met een vlijmscherpe aanval. Vreeman naar Pleijzer. En staat oog in oog met de keeper. Ah, maar schiet niet goed. En zo kan doelman Michel van Kampen de 1-2 voorkomen. Wat een kans zeg. Ado dan weer. Alledat. Mooie actie. Uithalen. Ah, nee. Een paar minuten later, voorzet Amson. Water. Ah, dat schiet net naast. Kwartier voor tijd. Rick Nelen met een snelle uitbraak. Kan het hele middenveld overlopen. Ah, maar laat zich vastlopen op de verdediging van Woezek. Die overigens ook uitstekend deed in de tweede helft. ADO 20 bleef het wel proberen hoor, op zoek naar de 2-1. Zoals hier, met een omhaal van de Vree. We zitten in blessuretijd. De laatste mogelijkheid van de wedstrijd voor Woezek. Ja, Michael Jansen probeert het ook met een omhaal. Maar het mag niet meer baten. Scheidsrechter Tunnissen fluit af. En zo eindigt de topper in 1-1. Maar de grote winnaar van dit duel is wellicht Silvolde.
dat uitwon bij Alverna met 0-1 en zo 2 punten inloopt op ADO Twente en Woezik. Na afloop Thijs Sluiter. Ja, wij zijn vandaag niet in staat geweest om die gasten kapot te spelen. Een verdienste natuurlijk van Woezik, maar wij hadden het anders moeten doen. Sneller het bal laten gaan. En het moment dat we dan kansen krijgen, ja, moeten we er veel meer uithalen. Want we hebben toch wel best wel grote mogelijkheden gehad. Maar dan zijn we gewoon niet zuiver in de laatste paas. En ja, daar komt het wel op neer, hè? Ook, ook tegen deze tegenstanders. Ja, dat 1-1 spelen tegen Woezik. Ik blijf erbij, ik vind het gewoon een goed team. Maar daarentegen, ja, als je puur kijkt naar alle 20, hadden we er meer uit moeten halen. Hadden we deze wedstrijd moeten winnen tegen 10 man. En zo realistisch moet je ook wel zijn. Ja, gewoon... Daarentegen ben ik niet heel ontevreden, hoor. Ik vind het jammer, ik baal ervan. Ik had liever met 3 punten hier gestaan. Maar met alle wisselingen en alle problemen deze week qua personeel is het oké.